Hallo mevrouw. En dan 1-2 bellen. Als een volleerde hulpverlener is Daryl Werker bezig om een man te redden. Hele simpele stappen die je moet doorlopen. En als je iemand levens mee kan redden, dan moet je het gewoon doen, ja. Maar kon je het al? Ja, ik heb tijdens mijn studie heb ik het ook geleerd. En dat is wel weer 4 jaar geleden. Dus een beetje opfriscursus is wel prima nu, ja. Anders is het voor verdediger Art van Peppe. Hij heeft het gelukkig nooit van dichtbij meegemaakt, maar weet nu wat hij moet doen in een acute situatie. Art, is het goed mis? Ja, deze persoon ademt niet meer, dus ik moet toch gaan beginnen met reanimeren. De cursus wordt gegeven voor zo'n 70 genodigden. Het maakt deel uit van het project Roda Midden in de Maatschappij. En vooral het voetbalfilmpje van cardioloog Ton Gorgels maakt de indruk op Van Peppe. En dan gebeurt er iets onverwachts. Hij buigt voorover. En deze 25-jarige man valt plotseling achterover. Ik wist er echt helemaal niks van af. Ik dacht echt, je ziet het wel eens in films, maar we zagen net een heel slecht voorbeeld trouwens op tv. Dus ja, het is wel iets ingewikkelder dan je denkt. En zeker als er straks spanning bij komt kijken, dan wil ik het nog wel eens zien hoeveel mensen dan de held uithangen. Maar gelukkig, vandaag werd iedereen gered.